ritme, tenminste geen normaal ritme, dan wil ik nog wel eens dit soort dingen vergeten. Maar goed, het is ook echt pas 8:05. Ik was vergeten mijn wekker uit te zetten. Ik heb zo'n wekker, ik heb op mijn telefoon gewoon iedere dag dezelfde wekker staan. Ja, als je vakantie hebt, heb je die niet nodig. Maar ja, en daarna kon ik ook echt niet meer slapen, dus ik ben er maar uit gegaan. Nu, ik heb al ontbeten. Het tweede bakje staat nu bij het apparaat. Dat hoor je ook wel. En dan ga ik gewoon lekker rommelen. Ik heb genoeg te doen. Dus volgens mij wordt het in de ochtend vooral heel regenachtig. Dus dan ga ik lekker binnen dingen doen. En misschien dat ik vanmiddag eventjes op pad ga. Dat ga ik nog wel zien. En als het goed is, gaat mijn vader vandaag naar de Albert Heijn om voor mijn zus en voor mij een Google Home te kopen. Hij zou hem sowieso over mijn zus en mijn zwager gaan halen. Dus nu neemt hij hem ook gelijk voor mij mee. Want ze hadden hem weer in de aanbieding. Ze hadden hem pas geleden al in de aanbieding met Black Friday. Maar toen was ik dus net te laat. Want Suus en Ronald hebben hem ook. En toen wilde ik hem dus ook hebben. Maar toen kon ik hem dus niet meer krijgen. En nu is hij weer in de aanbieding. Helaas niet zo goedkoop als met Black Friday, maar met Air Miles nog alsnog goedkoper dan dat hij normaal gesproken is. Dus ik ben heel benieuwd. Dus daar ga ik me vandaag ook mee aan de slag. Ik vind dat soort hebben dingetjes altijd wel geinig. Dus nou, jullie gaan het allemaal zien vandaag. Mijn vader heeft hem net gebracht hoor jongens. Ik ben hem nu aan het installeren. Als hij het straks doet en ik ben helemaal klaar, dan ga ik het wel even laten zien. Super cool. En hij is echt mini. Best klein. Hey Google, hoe laat is het? De tijd is 9:50 ochtends. Hey Google. Speel het kanaal Hoi, ik ben Bianca op YouTube. Oké, thinking out loud and cheered by Anjali Hartel en Karishma Goldin op YouTube. Ik speel het af de prijskamer. Hey Google. Stop. Blijkbaar kent Hey Google mij nog niet. Dat is dan weer een beetje jammer. Maar goed. Dat is nog erger dan boos. Ik doe echt mijn best. Merry Christmas. Ik vind het zo'n grappig ding. Wat hij wel goed doet is dingen op... net deed ik even Bon Collar. Dat doet hij goed. De wat... Waarschijnlijk wat bekendere dingen, dat gaat goed. Maar ook gewoon, hij zet mijn televisie aan. Ik vind het zo'n waanzinnig ding. Ik laat jullie vanmiddag nog wel wat snufjes zien. Ik vind het echt lachen. Dus inmiddels ben ik lekker aangekleed en gedaan. En ja, gaan we de dag beleven. Maar ik hoop dat het wat beter weer wordt. Hoewel, ik vind binnen zitten ook gewoon heerlijk hoor. Daar niet van, maar... Het is een beetje troosteloos buiten. Nou goed, ik dacht ik ga jullie even mijn nieuwe Google Mini laten zien. Ik heb hem geïnstalleerd. Hij staat daar op zijn plekje. En dan ja, ga ik eens even allemaal bekijken wat ik ermee kan. Volgens mij is het gewoon vooral een hebben dingetje. Maar daar hou ik wel van. Dus nou, ik zie jullie later weer. Jeetje. Nou, dit wordt er waarschijnlijk niet, nee. Dan wordt er niet beter op, hè. Nou, dan maar even een soort van zo. Ik ben naar de Action geweest. Niet gekocht wat ik wilde hebben, maar ik heb deze gekocht. Ik sla mezelf er zo wat mee. Ik weet niet of je het kan zien. Ik wil kijken of ik mijn camera daarmee in de auto vast kan maken. Dus ik kan het de komende dagen even testen. En toen ben ik nog even naar de Zeeman geweest. Daar gaat mijn bon. Leuke muts gekocht met een pompon eraan. Pompon, hoe noem je dat? En donkerblauwe handschoenen erbij. Want het was koud. Oeh, het is echt handschoenen weer nu. Goed, ik ga nog even mijn noedels verder opeten. En dan weer verder editen. Nou, dat ging even mis, maar inmiddels staat hij weer goed. Yes. Ik weet niet wat er gebeurde. Maar goed, we gaan dus even... Lekker eten zo te zien. Yummy.
Ik ben je nu aan het filmen, hè? Ja, echt. De kok. Oh, de kok. De kok. Dat zie je ook zeker. Oh, vinden ze... Dan kan je jezelf volgende week terugzien op YouTube. Oké. Okay. Je hebt lekker gekookt, Rob. Heerlijk. Ja. Hebben we lekker gegeten? Yes. Ja, ja. Ja, hè? Ja, heerlijk. Dankjewel. Dankjewel. Bedankt, Rob. Alsjeblieft. Superleuk. Ja. Zo, weer thuis. Dat was echt super gezellig. Rob had heerlijk Indisch gekookt. Ik heb nog een restje meegekregen. Super lief. Het staat in de vriezer. Ja, het was echt een mega gezellige avond. Het is nu 9:30. Zo'n beetje. Ik ben net thuis. En ik ga niet te laat naar bed, want morgen moet ik... vanochtend was ik natuurlijk onbedoeld vroeg wakker, want ik was vergeten om mijn wekker uit te zetten. Maar morgen heb ik hem expres aan laten staan, want dan wil ik vroeg op. Ik wil even lekker douchen. Daar heb ik nu eerlijk gezegd niet zoveel puff meer voor, dus dat doe ik morgenochtend. En dan ga ik naar Anoushka, een vriendinnetje van mij. Waar ik denk ik wel mag filmen. Dus ik neem jullie in ieder geval mee. Daar heb ik ook wel heel veel zin in. Lekker even bij kletsen. Maar voordat ik ga slapen, moeten we natuurlijk nog wat doen. Want de tijd is aangebroken dat we de laatste vakjes gaan openmaken. In ieder geval van de Nix-kalender en van de... hoe noem je dat nou? Jongen. Action-kalender. Dat betekent, als het goed is, dat het voor jullie morgen kerst is. Wauw, dat moet ik niet vergeten morgenochtend. Dus als het goed is, hebben jullie vanavond kerstavond. Gezellig, laat me even weten wat jullie allemaal gaan doen met de kerst. Dat vind ik super leuk om te horen. Het is ook een mooi groot vak. Dus dan ben ik benieuwd wat erin zit. Het is een oogschaduwpalet. Als ik jullie nou even zo neerzet... Kan ik hem even snel openmaken? Wauw, mooie kleuren ook. Beetje grijzig. Mooi een beetje, ja, rood. Bruin, rood, wit, cremig wit en bruin. Prachtig. Echt heel mooi. Nou jongens. Hij is leeg. Ik ga straks eens even kijken of die echt leeg is. Of er niks verdwaald is achtergebleven. Dan de laatste van niks. Ook weer zo'n leuk doosje met een oogschaduw erin. En dat is een bijna zwarte kleur. Is het nou een beetje aubergine-achtig of is het echt zwart? In deep trouble. Nou, dat hoop ik niet. Zo, ook leeg. Woensdag komen ze het vel ophalen. Dan kunnen ze hem gelijk meenemen. Ja, en dan is het hier. Oh, daar had ik even moeten spieken. Even gauw op mijn tablet kijken, jongens. Dat vergeet ik dan natuurlijk weer. De 17e. Oh, kijk. Dat is lekker makkelijk. Die zit daar. Andersom. Ik probeer nu via het schermpje dat te doen. Dat lijkt me niet handig. Even kijken. Het is een langwerpige zo te zien. Ja. Ook weer een kwastje. Oh. Nou, dit vind ik echt het stomste cadeau ever. Wie gebruikt er nou nog zo'n kwastje voor zijn oogschaduw? Ik echt niet. Sorry, maar dat vind ik echt niet leuk, Douglas. Vind ik ook heel raar dat ze die erin doen. Want ze zijn zelf van de make-up en zo. Nou ja. Ach, je mag een gegeven paard niet in de bek kijken, heb ik altijd geleerd. Dus dat doen we dan maar ook niet. Hi. Ik ga hem straks even dicht doen. Goed, nou... Dan gaan we vanaf nu alleen nog maar verder met deze. Dan wens ik jullie een ongelooflijk toffe kerstavond. Ik hoop dat je mooie dingen en leuke dingen gaat doen. Als dat niet zo is, denk ik ook aan je.
Want ja, je kan het niet. Ja, het is niet voor iedereen helaas altijd even leuk. Maar toch hoop ik dat je er het mooiste uithaalt. Ik wens je een fijne dag, fijne nacht. En morgen is het kerst. Heel gek, want ik moet er nog een week op wachten. Maar goed, in ieder geval, doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. Het is gratis en ik ben er heel erg blij mee. En tot morgen!